Hallo, in deze video neem ik je mee in een korte gebedsmeditatie waarin je heel diep de helende liefde van God kunt ervaren. Veel mensen hebben er moeite mee om een aanraking van God te ervaren en ik wil je eigenlijk uitnodigen om met me mee te gaan in een helende diepgaande gebedsmeditatie om in je binnenkamer een diepe omhelzing van Gods liefde te ervaren. Ik nodig je uit om op een gemakkelijke manier te gaan zitten of te staan of te liggen, net wat je zelf prettig vindt. Want ik wil je uitnodigen om jezelf te omarmen. Eventueel neem je een kussen of een beer of wat ook. Het gaat erom dat jij in een koestering terechtkomt. En het is goed om even niet afgeleid te worden. Zet je telefoon uit. Zorg dat er niemand jou kan storen. Het gaat even dat jij in de stilte kunt gaan. En ik wil zo met jou een gebed uitspreken. En ik nodig je uit om je ogen dicht te doen. Om jezelf te omarmen. En dan wil ik je zo meenemen in een gebedsmeditatie. Ik nodig je uit om voor te stellen dat je een goddelijke omarming ervaart. Voel je eigen armen, voel je geborgenheid en stel je voor dat je met een liefdevolle armen omarmd wordt. Een liefde die zuiver is, die heilig is, die puur is, die goddelijk is. God is met zijn volle aandacht op jou gericht. Heel het universum richt zijn aandacht, de liefdevolle aandacht op jou. Het gaat nu even alleen om jou. Jij mag nu ontvangen, jij mag voelen hoe God met zijn liefdevolle aandacht naar jou kijkt. Zonder veroordeling, er is een en al begrip, er is liefde, er is compassie. Je mag nu heel diep zijn omarming ervaren. En ik ga zo een gebed uitspreken en ik nodig je uit, ga naar binnen en ontmoet die omarming van God. Hemelse Vader, ik wil u danken, Heer, dat u hier bent in ons midden. En ik bid, Heer, voor degene die nu in uw armen rust. Wilt u met uw Heilige Geest komen op dit moment? Heer, wilt u met uw liefde komen, Heer, en uw geliefd kind omarmen. Dat het zich veilig mag voelen. Even helemaal vrij van problemen, zorgen en angsten. Dat uw geliefd kind zich veilig mag voelen in uw goddelijke geborgenheid. In uw eeuwige armen van liefde. Heer Jezus, ik bid, Heer, dat u op een diepe wijze, Heer, uw liefde gaat openbaren. Heer, dat u uw geliefd kind laat voelen hoeveel u om uw kind geeft. Ik nodig je uit om Gods liefde te durven te ontvangen. Hij is er voor jou. Het is nu een tijd tussen jou en God, tussen God en jou. Dat je even heel diep zijn omarming mag voelen, maar ook zijn liefde mag beantwoorden. Dat je heel diep van binnen, vanuit het diepst van je wezen, je handen mag uitstrekken en ook naar God mag zeggen van Heer, ik hou van u. En ik wil niks liever dan uw liefde toelaten in mijn leven. Ik wil alles loslaten wat niet van u is. En ik wil in uw armen komen, in uw armen van liefde. Alleen bij u kan ik heling ontvangen. En in Jezus' naam zegen ik je op dit moment. Met een liefde die groter is dan welk probleem in jouw leven dan ook. Ik zegen je met een goddelijke omarming. Met een goddelijke vertroosting. Met een goddelijke heling. Met een goddelijke genezing. Zijn armen zijn om je heen. Hij is als een schild rondom jou.
En hij behoedt jou voor de gevaren van deze wereld. Want Jezus heeft zijn leven voor jou ingezet. Hij is er voor jou. Jij bent zijn geliefde bruid. Hij heeft zijn leven voor jou overgegeven. En zal dat steeds blijven doen. Hij heeft jou gemaakt vanuit zijn liefde, omdat hij een kind, een zoon, een dochter verlangde zoals jij. Hij verlangde naar een bruid en hij ziet die schoonheid, die kostbaarheid en die waarde in jou, die hij in jou heeft gelegd bij de schepping toen hij jou schiep. En niks en niemand heeft jou die schoonheid kunnen afnemen. Ook al is het leven anders gegaan dan het jij en God had bedoeld. Ook al heb je keuzes gemaakt die dingen kapot hebben gemaakt, ook al zijn er dingen in jouw leven gebeurd die jou aan de buitenkant hebben beschadigd, Jezus heeft ervoor gewaakt dat jouw innerlijke schoonheid niet geschaad is. Want jij bent een kind van God en God waakt over zijn kind. Jij bent zijn geliefde. En jouw innerlijke waarde is niet beschadigd geraakt. En daarom dat Jezus voor jou aan het kruis is gestorven. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven omdat hij jouw waarde ziet. Jouw diepe innerlijke goddelijke waarde. En ik bid dat je nu heel diep mag verbinden met wie je echt bent. Dat je weer mag ontdekken, weer mag herinneren. Je mag voelen en ervaren dat jij kostbaar bent. Dat je zeer waardevol bent. Dat je geschapen bent naar het beeld van God. Dat je een drager bent van het goddelijk beeld in jou. Je mag nu de omarming van God de Vader, van Jezus Christus ervaren. Hij drukt jou tegen zich aan, zodat jij weer mag voelen wie je bent. Dat jij weer mag verbinden met wie je werkelijk bent. En hij vult jou met zijn geest. Om van binnenuit, vanuit de innerlijke verbinding met Gods pure heilige liefde, weer te voelen wie je bent, wie je werkelijk bent. En ik zeg je met een heel diep besef, een hele diepe aanraking van Gods liefde. Omdat je nu vanuit een diepe besef van wie je werkelijk bent, mag gaan leven. Dank u Jezus, Heer, voor uw nabijheid, voor uw omarming. Heer, voor uw nieuwe openbaring, een nieuwe bewustwording. Heel de kamer vullen met uw licht, met uw liefde. Heel de ruimte vullen, de levensruimte vullen met uw licht en met uw liefde. Heer, wilt u de toekomst beschijnen met uw licht en met uw liefde. Wilt u het verleden en het heden beschijnen met uw licht en met uw liefde. Dank u Jezus dat u hier bent. Dat in uw ruimte komt, dat u vrede weer neerdaalt. En in uw vrede, uw scheppende liefde, uw scheppende kracht zich kan uitrollen. Naar links, naar rechts, naar voor, naar achter. U bent hier, u bent de weg, u baant de weg. Dank u Jezus dat wij op uw weg mogen wandelen. In de weg van het licht, de weg van de liefde, de weg van de hoop. Hemelse Vader, wij eren u, wij aanbidden u. Dank u voor wie u bent, dat we u mogen kennen en aanbidden en voor eeuwig in uw liefde mogen zijn. Amen. Dankjewel voor het kijken. God zegen.